Hallo allemaal, beste dames en heren en jongens en meisjes. Welkom bij dit online concert van Da Capo, het opleidingsorkest van Koninklijke Harmonie Oosterbeek. Sommigen van jullie vragen zich misschien af, wie is dit? Ik ben Corné van der Luijn-Schouten, ik ben de nieuwe voorzitter van de vereniging. En ik vind het superleuk dat ik vandaag als eerste activiteit dit concert mag aankondigen. Natuurlijk wel een heel bijzonder concert, want we mogen helaas nog steeds niet bij elkaar komen vanwege de coronamaatregelen. Maar daar hebben de dirigent en de muzikanten van Da Capo iets op bedacht. En wat nou zo leuk is aan een digitaal concert, is natuurlijk dat we misschien nog wel meer mensen kunnen bereiken dan dat het publiek in de zaal past. Dus ik zou zeggen, deel dit filmpje allemaal massaal. En wie weet bereiken we wel enorm veel publiek. Dat zou heel erg leuk zijn. Ik wil namens het bestuur in ieder geval iedereen bedanken die hier medewerking aan heeft geleend. Natuurlijk de muzikanten allemaal. Fantastisch dat jullie dat zo op deze manier voor elkaar hebben gekregen. Complimenten ook aan de dirigent Mark Dammers. Natuurlijk ook aan de presentator die jullie zo meteen gaan zien, Hans Platenkamp. Voor u als publiek wil ik zeggen, pak lekker wat te drinken. Pak er een zak chips bij. Ga in een luie stoel zitten of op de bank. Zet de speakers op vol volume en geniet van dit concert. En oh ja, u mag natuurlijk wel keihard klappen. Applaudisseer gewoon naar ieder nummer. Veel plezier. Goeiedag. En welkom bij deze online presentatie. The Show Must Go On. En we hebben het. En een van de dingen die we ook gaan spelen vandaag is The Greatest Show on Earth. En The Greatest Show on Earth, dat was eigenlijk een reizende circusvoorstelling van Barnum Bailey. Daar was het mee begonnen. Ooit in 1810, toen hij geboren werd, toen zat het er al in. Hij was een showman in hart en nieren. Dit was geen kantoormannetje. En hij heeft een museum gehad, hij heeft een rondreizend circus gehad, hij heeft allerlei artiesten ontdekt en hij was eigenlijk de grondlegger van het rondreizend circus. Het rondreizend circus in een grote trein reed hij dwars door Amerika en bracht zijn show naar de mensen thuis. En hij heeft tegenslagen gehad. Dus hij heeft een tijdje een museum gehad. Dat is afgebrand. De tent is weggewaaid in een orkaan. Alle beesten zijn gevlucht. Kortom, je houdt het niet voor mogelijk. Maar elke keer ging Barnum Bailey weer overeind staan. En verzon hij weer iets nieuws. En je zou kunnen zeggen dat dit nu ook een beetje het geval is met ons orkest Da Capo. De ene tegenslag na de andere. De corona maakt alles onmogelijk. Maar toch vinden ze een oplossing. Toch hebben ze weer een origineel nieuw plan bedacht. En zo komt het dat corona of niet, Da Capo komt naar jullie toe. En ze komen met The Greatest Show niet met de trein, maar via dit beeldscherm komen ze naar jullie toe. Dus ga er lekker voor zitten en geniet van een day at the circus. Veel plezier. Kinderen van alle leeftijden, hooggeëerd publiek. Het Da Capo Orkest presenteert een dag in het circus. Ervaar de opwinding bij de verschillende acts. De doldwaze clowns, de huiveringwekkende luchtacrobaten en de verschrikkelijke leeuwen en tijgers en beren. Nu is het tijd voor de geweldige entree, de buitennissige introductie, de exotische prelude, de grote parade begint. Thank you.
vroeg in de nok van de tent. Ze lanceren zichzelf vanaf de trampoline naar duizelingwekkende hoogtes. Ze balanceren levensgevaarlijk op het slappe koord. Onze acrobaten en luchtartiesten zullen u verbazen en uw adem doen stokken. We vragen uw aandacht voor onze acrobaten en luchtartiesten. Veel spanning is het goed om ons hart te bedaren en te verfrissen met een vrolijke lach. Wie kunnen dat beter teweeg brengen dan over hun te grote schoenen struikelende en babbelende bewegelijke ballorige bengels, de meesters van de lach, met hun rode neus en appelwangen. Dames en heren, onze clowns! Russische beren rijden op hun eenwielfiets. Glibberende zeehonden balanceren op een bal. Sluipende tijgers springen door brandende hoepels en doen hun bek open waar de dompteur zijn hoofd in legt. Het nijlpaard danst elegant op een ton. Laat ons dierenprogramma u verrassen, u verbazen en verwonderen. En fijn dat dat digitaal en muzikaal gewoon kan. Thank you.
Dames en heren, meisjes en jongens van alle leeftijden, we danken u hartelijk dat u bij ons de dag in het circus wilde doorbrengen. Nu is het tijd voor de grote finale. Nog één keer trekken onze fantastische artiesten aan u voorbij, de laatste kans om hen te bedanken met een hartelijk en welgemeend applaus. Dames en heren, de grande finale. Sorry. Sorry is een lied wat een grote rol speelt in het leven van een instrumentele kluizenaar uit Utrecht. Hij maakte dit liedje eigenlijk alleen maar om sorry te zeggen tegen zijn vriendin. Maar dit liedje groeide uit tot een mega succes wat nog altijd veel gevraagd wordt. Nu wordt het uitgevoerd door het Da Capo Orkest met Anne als solist op de altsaxofoon. Sorry, ik ben helemaal vergeten te zeggen van wie het werk is. Van Keitman natuurlijk. Sorry. Thank you.
wat fijn dat jullie naar deze show kijken. Mijn naam is Mark en ik ben de dirigent van De Capo. En voordat we verder gaan, wil ik jullie heel eventjes meenemen in hoe dit alles tot stand is gekomen. Want je zal je misschien afvragen, hoe kan het nou dat ik een heel orkest hoor spelen in deze video? Want die mogen toch helemaal niet samenkomen en repeteren nu? Nee, dat klopt inderdaad. En dat hebben we ook niet gedaan. Kijk, de mooie kant die corona heeft, is dat er allerlei nieuwe leuke ideeën ontstaan. En iedereen die kan uit zijn eigen omgeving daar wel een voorbeeld van geven. Ook in de muziek. We kennen allemaal wel die samenspeelvideo's of livestreamconcerten. En aanvankelijk was het ook ons idee om vandaag de dag zo'n livestreamconcert te gaan geven. Maar ja, we mogen nog steeds niet samenkomen, dus ja. Wat moet je dan? We hebben wel een repertoire en dat willen we graag uitvoeren. Want zomaar aan de kant gooien, dat is ook zonde. We zijn er wel ontzettend hard mee bezig geweest. Dus wat hebben we gedaan? Alle leden die hebben thuis, ieder voor zich, zijn eigen stukken opgenomen. En daarvoor hebben ze speciale mp3'tjes gekregen waarop ze mee kunnen spelen. En dat zorgt er dan onder andere voor dat iedereen in hetzelfde tempo speelt en dat de stukken allemaal even lang zijn. Maar dan denk je, zo'n opname maken, dat doe ik even. Nou, dat valt tegen hoor. Want het leuke van zo'n opname is, dat kan je terugluisteren. En als het goed gaat, dan is dat niet erg. Maar er gebeurt altijd tijdens het opnemen wel iets dat je niet wil. Je maakt een klein foutje. Of de hond van de buren blaft in één keer. Of de postbode staat aan de deur. Allemaal leuk, maar je kan wel weer opnieuw beginnen. Dus dat zijn even wat voorbeelden om aan te geven hoe lastig het is om een goede opname te maken. En dat je er zo tientallen verder bent voordat je een keer iets hebt waarover je tevreden bent. En dan zijn er ook nog mensen die gewoon even meerdere partijen hebben ingespeeld. Dus ik ben echt ongelooflijk trots op iedereen. En dat belooft heel veel goeds voor als we straks wel weer echt mogen repeteren. En weer naar echte concerten kunnen werken met een echt publiek. Want ja, dat willen we natuurlijk wel weer heel graag. Ik wil jullie vast heel erg bedanken voor het kijken. En ik wens jullie nog heel veel plezier met het laatste nummer dat zo dadelijk wordt aangekondigd. Dankjewel en tot gauw. The show must go on. De voorstelling moet doorgaan. Dat is een Engelstalig spreekwoord uit de amusementswereld, waarbij aangegeven wordt dat amusement altijd door moet gaan. Ongeacht de persoonlijke problemen van de artiesten of van de situatie of wat er aan de hand is. The show must go on. De Engelse groep Queen maakte met deze titel een wereldhit. En Da Capo sluit met dit nummer af als een belofte. Wat er ook gebeuren mag, Da Capo gaat door met muziek maken. Voor zichzelf, voor u, om van te genieten. Da Capo met The Show Must Go On. Thank you.